We brengen vandaag een bezoek aan de familie Ismael. Want het is een bijzondere dag voor het hele gezin. Safira gaat namelijk haar eerste contract ondertekenen bij Sportclub Heerenveen. Hoe voel je? Leuk en blij. Leuk en blij? Ja. Vind je het ook een beetje spannend? Ja, een beetje eigenlijk. Ja, het is wel een speciale dag en zeker voor haar maakt het nog wel iets specialer. Ik vind het ook heel leuk dat dit mogelijk is. En het maakt me ook wel een beetje trots. Ja, ze is zelf ook gewoon helemaal trots van, ik ga ook tekenen bij Heerenveen. Ze is natuurlijk meegeweest naar haar broers en het stadion geweest om te kijken en foto's en dergelijke. Dus Zou je Safira kunnen omschrijven als persoon? Ze is eigenlijk altijd heel erg positief, heel spontaan, sportief. Gaat lekker in het gezin mee en kan eigenlijk met iedereen goed opschieten. Safira is een heel rustig meisje eigenlijk. Heel zorgzaam, zorgt voor iedereen, helpt iedereen heel behulpzaam. Ja, heel aardig, beleefd, behulpzaam, grappig. Ze is geboren met een, ze heeft een zuurstoftekort gehad van een hele lange tijd. En toen ze geboren werd, toen hadden ze een levensverwachting van dat ze dacht van nou, we weten niet in hoeverre ze zich ontwikkelt. Dus dat was best een spannende tijd. Maar goed, het ging eigenlijk allemaal redelijk vlot. Vergeleken met die andere jongens was het voor mij langzaam, maar die waren heel erg snel. En ze heeft zich eigenlijk wel redelijk goed herpakt. En het was eigenlijk een grensgeval van syndroom van Down. Dus het is echt een beetje, ze heeft niet alle symptomen, maar een aantal. Want hoe oud zijn jullie beiden? Hoe oud ben jij, Safira? Ik ben nu 15. Ja, ik ben 11, bijna 12, ja. En met die leeftijd speelt het kleine broertje van Safira in de onder 13. En oudere broer Amir maakte vorig jaar zijn eredivisiedebuut. Debutant is Amir Ismail. Oftewel, een echte voetbalfamilie. Hoe is het dan dat jouw zusje dan ook haar contract hier mag gaan ondertekenen vandaag? Ja, dat is heel leuk. Dat is heel leuk. Daarom zijn we er ook allemaal bij. Want we voetballen natuurlijk ook heel veel met haar en ze doet graag mee. Dus het enige wat nog mist is ook een club voor haar. En die hebben we gevonden. Dus dat is heel mooi voor haar natuurlijk. Dat ze er ook toch een beetje bij hoort nu, om het zo maar te zeggen. Wat is ze voor voetbalster? Ja, spits denk ik. Ja, veel doelpunten scoren. Dat heeft ze dus ook van Amir? Ja, denk ik wel. Allemaal aanvallers in de familie, dus zij is, als ze meedoet, is ze ook altijd een aanvaller. Ze wil altijd scoren, altijd bij de goal. Ze doet mee zoals de rest van de familie, allemaal aanvallers. Hoe kwam het tot stand eigenlijk dat ze bij Heerenveen gaat voetballen? Nou, ze was heel vaak met haar broers natuurlijk aan het voetballen in de tuin. En ze begon het eigenlijk steeds leuker te vinden. In het begin had ze zoiets van, ik ga liever dansen of ik ga liever iets anders doen. Atletiek heeft ze nog opgezeten. Maar het voetballen begon wel steeds leuker te worden. Ze kon er eigenlijk niet heel erg meer zonder. En toen zagen we de open trainingen bij SC Heerenveen. En toen had ze zelf zoiets van, dat wil ik wel heel graag. Dus even proberen hoe dat gaat. Nou, helemaal enthousiast en de tweede training ook weer meedoen. Dus en toen kregen we het telefoontje dat ze natuurlijk mocht blijven. En dat was helemaal blij. Er kwam zelfs een traantje bij. Ja, het was helemaal blij. Ja, heel leuk. En iedereen moest het ook weten. Op school en de buren, overal iedereen. Een hele goede middag hier in dit fantastische stadion. Zet hem op en bovenal maak plezier. Dankjewel. Ja, hoe is dat voor jullie als ouders zijn? Ja, gewoon ontzettend leuk. Ja, het is gewoon iedereen die leeft met hem mee. Ze krijgt appjes van de broers die er niet bij kunnen zijn. Van heel veel succes. En we komen zondag kijken bij de wedstrijd. En het is gewoon helemaal leuk. Ja. Safira, hoe vond je het om je contract te mogen ondertekenen? Echt superleuk.
En dan nu, ja, we zijn er op het trainingsveld. Heb je een beetje zin om te trainen? Ja, wat zin. Kunnen we een doelpuntje verwachten? Dat kan ik vast wel.